Het is een emotionele zaak, want het gaat hier om een brandweerman die op weg was om hulp te verlenen bij een ongeluk. Alleen, hij heeft volgens de officier van justitie veel te hard gereden. Onoplettendheid bij het kruispunt met een dodelijk ongeluk tot gevolg. Er zijn in de zittingzaal een hoop feiten en omstandigheden aan de orde gekomen. De officier benoemt met name het rode licht en het op tijd kunnen zien van het rode licht. En concludeert dat de brandweerauto dan had moeten stoppen, althans tot 20 kilometer had moeten afremmen. De praktijk wijst uit dat brandweerauto's dan doorgaan, vrij zicht zoeken, vrije baan kiezen en dan zo snel mogelijk daar naartoe gaan waar ze naartoe worden gestuurd. Naar de plaats van het ongeval in dit geval. De advocaat pleit voor vrijspraak, want hoewel iedereen het tragisch ongeluk betreurt, heeft de brandweerman volgens zijn advocaat juridisch gezien geen wet overtreden. Alleen het advies van de eigen richtlijnen met betrekking tot snelheid bij een kruispunt heeft de brandweerman niet opgevolgd. De praktijk brengt mee dat mensen zo snel mogelijk naar een plek moeten gaan om levensreddend op te kunnen treden. En dat was hier ook de bedoeling. En dan gebeurden er inderdaad hele onverwachte dingen die niemand bedoeld heeft. Hoe reageert uw cliënt op dit verhaal? Wat vindt hij zelf van deze gang van zaken? Kunt u dat zeggen, wat het met hem doet? Het heeft hem zeer aangegrepen. We hebben gezien dat net na afloop van de zitting ook nog een keer rechtstreeks contact tussen de zoon van het slachtoffer en mijn cliënt heeft plaatsgevonden. En wat ik ook aan het begin van mijn pleidooi gezegd heb, respect voor de houding van de zoon die blijk geeft mee te denken wat de positie van de ander in het verhaal is. En dat is, door de officier ook opgemerkt, dat is heel bewonderenswaardig voor iemand die 18 jaar is. De rechter doet vrijdag 21 december uitspraak.